Ik ben Marco Medici, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC. Ik wil u iets vertellen over de T3 for Hypo trial, een grote studie die in Nederland wordt uitgevoerd. Deze studie richt zich op patiënten met een lage schildkierfunctie. Een lage schildkierfunctie, hypothyreoïdie, komt heel veel voor. En een aanzienlijk deel van de mensen heeft ondanks de behandeling met het hormoon T4 restklachten. En die restklachten die kunnen een breed scala betreffen, zowel psychische als lichamelijke klachten. En een groot effect hebben op de kwaliteit van leven. Een mogelijke verklaring voor deze restklachten kan zijn dat de schildkier naast T4 ook T3 maakt. En als we mensen enkel met T4 behandelen, ja, dan zijn we ze eigenlijk niet op een natuurlijke manier aan het behandelen. Daarom zou het kunnen zijn dat deze mensen met die restklachten reageren op T4 en T3 combinatietherapie. Het effect daarvan is nog niet bekend. En daarom zullen we dit in een grote studie in Nederland in samenwerking met de patiëntenorganisatie SON en 15 ziekenhuizen gaan uitzoeken. U kan dus meedoen op het moment dat u een auto-immuun of Hashimoto hypothyreoïdie heeft, T4 wordt behandeld en restklachten heeft waarbij het belangrijk is dat u ernstige vermoeidheidsklachten heeft. Als u geïnteresseerd bent, kijk dan op de website die staat aangegeven. En twijfel niet om contact op te nemen.